Waar is er geschoten dit jaar? Voor de hoek Jorobedenstraat tot en met Tellesuur hebben we er 11 participanten gehad. Met een lengte van bijkans meer dan 500 meter. Totaal. Zoals je zelf even ziet, is alles ordelijk en vlot verlopen. En zijn we hier nog blij om. Geen incidenten. Dus we hebben weer een goeie pagara-estafette gehad. Hoe ziet 2017 eruit voor jou? Slecht. Wat is je nieuwjaarswens? Dat het beter gaat met Suriname. Lagere koers, alles moet goedkoper. Oh, hey, vooral de koers. Ja, alles moet goedkoper. Dat de president luistert, want ze maken ons dood in het land. Dat moet sowieso weer omlaag. Want nu gaan er veel mensen nu in problemen met de koers. Het was 2,80. Nu is het 7 zoveel. We staan voor heel veel verrassingen. Hoe ziet 2017 eruit volgens jou? Niet goed. Zeker een paar veranderingen moeten er komen in 2017. Mijn nieuwjaarswens, dat het heel goed gaat met de wereld. En Suriname? De wereld. Ik denk dat we in 2017 wel veel een beetje stressvol gaan moeten meemaken. Aangezien hoe 2016 is gegaan. Maar ik hoop toch dat we maar het beste ervan maken. Wat verwacht jij van 2017? 2017, een vruchtbare 2017, verwacht ik. De eerste hoop ik dat het beter zal gaan in het land. Dat sowieso. We gaan even met elkaar praten. We tapayari, we denken al aan de stress. Samen in 2010 plus 6. En in 17 is hij toch wat jaren wakker. Ik denk dat we het, wat de economie betreft, moeilijker krijgen dan wat we hebben gehad in 2016. Maar we blijven hoopvol dat het aan dag goed komt. Hard werken en dan komt het goed. 2017, ik heb geloof. Dus ik denk positief. En ik ga voor het best. Veel liefde, hard werken, dromen verwezenlijken. Ja, maar dat lukt alleen met hard werken.
alles kan beter, alles moet beter. Al was het goed, we moeten proberen beter te gaan. En ik wens iedereen een zalig uiteinde en een gelukkig, voorspoedig, maar vooral gezond, gezegend 2017.